En Reinie, we vinden het allemaal hartstikke fijn dat je weer terug bent. Ja! Zeker weten. Goed. Suzanne. Ga jij even naar mevrouw Hogeveld? Wat heeft ze? Problemen met de katheter. Oh, oké. Okay. Ingrid? Ja? Wil jij de prioriteitsstelling maken? Ja, is goed. Komt die Reinie? Jawel. Is er wat met haar? Nee, ze belde op dat ze later komt. Marta Dalli gaat vandaag naar huis. Ga jij nog bij haar langs? Ze wil terug naar de man. Ze is er niet uit om over te praten. Is Irene het er nog niet? Nee, zo gaat dat niet. Tuurlijk gaat het wel zo. Herman heeft toch hartstikke gelijk. Wat ga je verdienen? Oh, dat weet ik nog niet. Heb je dat niet gevraagd dan? Nee. Waarschijnlijk wel wat meer dan die 2 mil die ik hier op mijn giro krijg. 2 mil per jaar? Ja, per dag. Oh, per dag. Jij kan best meer verdienen. Wie, ik? Ja. Als je nou eens een vervolgopleiding deed. Ik zal wel moeten als ik geen kruiwagen heb. Wat bedoel je? Nou, geen vader die een handje meehelpt. Zie je maar als geboorterecht. Nou, dat geef je nog geen recht op zo'n baan. Ik heb anders allemaal diploma's hoor. Ik kan overal terecht. Oh ja, en waarom dan juist bij Pharmaco? Ja, het helpt natuurlijk wel als je goede relaties hebt, hè. Zie je wel. En zo is de cirkel weer rond. Nee hoor. Jan kan ook bij Pharmaco solliciteren. Ik heb al opgebeld. Oh ja? Ze geeft het bestaan van een nieuw researchprogramma niet eens toe, laat staan dat ik er een baan kan krijgen. Zie je nou wel. Als buitenstaander komen er gewoon niet tussen. Erik? Ja? Heb je nou echt geen belangstelling meer om hier chef de kliniek te worden? Nee. Wat moet ik met 2 banen? Tineke, wil jij de uitslag van het lab halen? Ja. Zuster, het is mis met meneer Kruiswijk. Oh. Ingrid. Waar zijn jij met Erik? Weet ik niet. Zijn tong. Hou zijn voet vast. Ik heb een arts geprobeerd. Nee, geen tijd voor. Ingrid, 40% glucose, een spuit en een stoelband. Wat is het? Hypoglycemie. Moeten we er geen arts bij halen? Nee, geen tijd voor. Waar is Paaltje? Hoezo? Nou, wou hem even zien. En waarom? Omdat ik hem anders 2 weken niet zie. Wat bedoel je? Ik ga er even tussenuit. Waarheen? Op vakantie. Op vakantie? Ja. En waarheen dan wel? Canarische eilanden. Emma, natuurlijk. Of wil je zeker nog dat ik je koffer pak? Donderop. Iedereen en luister. En raak me niet aan. Ga weg, donderop. En geef me de sleutels. Allemaal. Ze neemt niet op. Ze is waarschijnlijk al op weg hier naartoe. Ik hoop het. Zocht je mij? Ja. Waarom ben jij het ontbijt van Kruiswijk vergeten? Oh, het is stom. Ja, inderdaad. Die man heeft een aanval gehad. Een aanval? Oh, wat erg. Je weet toch hoe belangrijk het is dat een suikerpatiënt op tijd zijn eten krijgt? Ik ben het helemaal vergeten. Reinie, kun jij me even waarschuwen als Irene komt? Ja. Spijt me echt, Reinie. Dat is niet genoeg, Suzanne. Ik zal dit moeten melden bij de ongevallencommissie. Vanochtend werken we met Simon, hè? Ja. Hoe is het met hem? Goed. Ja? Lisa?
Kan ik je even spreken? Ja. Wat is er? Gaat over Simon. Wat is er met hem? Hij heeft toch pas behoorlijk geblunderd. Ja, maar dat was binnen 20 seconden verholpen. Hij functioneert niet goed. Hij heeft de moeite om zich te concentreren. Hij moet er een tijdje tussenuit. Ja, zeg dat dan tegen hem? Dat heb ik al gedaan. En? Hij wil er niets van weten. Ja, maar waarom kom je dan met mij? Als hij fouten maakt. Neem ik het over, dat heb je toch gezien? Maar Lisa, als ik een fouten maak met een narcose, ik ga voor de wel. Waarom je dan niet? Ja. Laten we even wachten. En als er weer iets gebeurt, nemen we maatregelen. Afgesproken? Oké, afgesproken. Wat is afgesproken? Ik heb een afspraak met Lisa. Maar wat gebruikte je dan? Het spiraaltje. Je weet toch dat het een onbetrouwbaar middel is? Het is niet onbetrouwbaar. Je bent er anders wel mooi zwanger mee geraakt. Pech. 1 op de 100. Waarom gebruikte je de pil niet? Dan slik je elke maand suffernamoon. Wat een flauwekul, Ingrid. Progestageen en oestrogeen, dat zijn lichaams-eigen hormonen. En die geven ze in zulke kleine doseringen dat je daar echt geen last van kan krijgen. Wat gebruikte jij dan? Niks natuurlijk, ik wou een kind. Wat gebruik jij, Tineke? Oh, ik heb iets veel beters, de driefasepil. Wat is dat? Nou, dat is reuze praktisch. De eerste fase is lekker stukje eten in de stad. De tweede fase is jouw huis of het mijne. Nou, dan kies je altijd het zijne, want dan weet je meteen of je vrij is. En de derde fase is, schat, als ik echt van iemand hou, ga ik nooit de eerste de beste avond mee naar bed. Zit je toch te praten over pillen, Ingrid? Je bent toch zwanger? Jij toch ook? Ik wou het. Ik ook. En Jan ook. Wat zitten jullie me nou aan te staren? Het risico, je relatie met Jan. Wat voor risico? Hij wil het ook. Zeker weten. Je kunt nu nog kiezen. Wat? Een abort is zeker. Nooit. Nooit van zijn leven, horen jullie. Nooit. Loop nou niet weg, Ingrid. Nou, dat noem je nou blijde verwachting. Arme meid. Eigen schuld, dikke bult. Wat denk je? Ja, ik heb wel een vermoeden, maar ik wil toch even het ECG en de X-Torx afwachten. Wat vermoed je? Pulmonair oedeem. Wil u nog iets vragen? Nou? Die kwestie van mevrouw Oudenaar. Die is achter de rug, Jan. De discussie daarover is gesloten. Het gaat over mijn kans op een vaste baan hier. Is die door die kwestie voorgoed verkeken? Ja. Oké. Het spijt me heel, heel erg. Maar je hebt het aan jezelf te wijten. Ik kan wel blijven janken. Wat is er? Laten we even met rust. Sorry. Ik breng Paultje vanochtend naar mijn moeder. Thomas en ik hadden afgesproken dat hij weg zou zijn. Zegt hij ineens op de valreep dat hij en die Emma 2 weken naar de Canarische eilanden toe gaan. Nou, ik dacht echt, ik word gek. Dat kan toch niet? Weet je zeker dat je vandaag wil werken? Wel, ik moet iets doen. Thuis zit ik toch maar alleen. Wat? Gaan ze samen naar de Canarische eilanden? Op vakantie, ja. Stel je voor, hij met dat kind. Oh, ik heb een hoofdpijn. Heb je vannacht weer geslapen? Jawel, een paar uurtjes. Je wist toch dat zoiets kon gebeuren? Zoiets? Nee, dat wist ik niet, hoor. Irene, we hebben het er zo vaak over gehad samen dat je alleen wilde gaan wonen. Wel, daar heb ik ook goed over nagedacht. Nou dan. Wat nou dan? Doe het dan nu! En hij? Hij zit op Gran Canaria. Ja, maar Paultje. Paultje blijft bij jou. Kan ik beginnen? Ja. Zo. We zullen dit liesbreukje eens met genadeloze precisie restaureren. Nou, dat kan meneer weer tillen. Mm-hmm. En dan wordt hij weer getild door ons specialisten. Hebben jullie je afspraak, Jan? Nee, dat is er nog niet van gekomen. Maar ze moeten wachten tot die tweedehands van jou kan rijden.
Zeg, als mij Bugatti bedoelt. Oh, sorry hoor. Ik bewijs de mensheid en dienst met die restauratie. Ik repareer een unicum. Jij weet gewoon niet wat je met je geld moet doen. Wat dan? Weet je iets beter? Een huis in Zuid-Frankrijk. Geld verspillen. Heerlijk, in de zon, op je eigen terrasje. Zo'n unieke auto is minstens zo belangrijk. Simon, als jij nou je aandacht houdt bij de restauratie van deze patiënt, schiet het tenminste op. En de mier, oh jij, je knet. Was het al lang aan de gang? Ik weet het niet. En ik vertrouwde haar helemaal. Ze was altijd zo aardig. Van, Irene, zal ik afwassen? Irene, zal ik boodschappen doen? Nee. Ik ben Paaltje wel naar de krijg. En ondertussen stierde ze gewoon Thomas. En hoe lang sliepen jullie al apart? Van 2 maanden. Hoezo? Ik vind het vreemd. Thomas heeft een verhouding in je eigen huis met je eigen oppas en jij merkt niets. Nee. Maar Irene, zoiets voel je toch? Ja, hoe? Nou, het hangt in de atmosfeer. Ik begrijp het niet, maar mij kan zoiets nooit gebeuren. Denk je dat echt, vind ik? Nooit van zijn leven. De zuster brengt u zo direct even naar het laboratorium voor een bloedonderzoek. En dan gaan we meteen ook even een galblaasfoto maken. Natuurlijk, dokter. Is dat goed? Prima, dokter. Fijn. Dan moet u vanavond wat capsules innemen en nuchter blijven. En dan gaan we morgenochtend nog wat andere fotootjes maken. Natuurlijk, dokter, natuurlijk. En mag ik dan helemaal niets eten? Nee. Ah, dan val ik gelijk een kilootje af. Prima, prima. Het is niks om u bezorgd over te maken. Het is een heel eenvoudig onderzoek. Prima, dokter, prima. U zal het wel het beste weten. Inderdaad, ja. Jij haalt hem zo direct even op, Ingrid? Ja, natuurlijk. Prima, zuster. Fijn. En hoe voel jij je net zo prima als deze patiënt? Niet echt, nee. Ben je misselijk? Buikpijn. Erg? Het zeurt voortdurend. Rally, ik breng even naar Jansen uit Lof. Prima, fijn. Ah, oh, best moe. Heb jij met Van der Voort gesproken? Ja. Ik heb hem op de man afgevraagd om bekend te zijn. Wat zei hij? Uitgesloten. Ah, die draait wel weer bij. Nee, Rani. Die man die breekt dan liever zijn nek dan dat hij een van zijn principes opgeeft. Tja. Nou ja, meneer de Boer wil een ander slaapmiddel. Hij voelt zich 's ochtends zo suf, zegt hij. Geef die medicatielijst? Ja. Hij heeft het gevoel dat het de volgende ochtend niet is uitgewerkt. Ja. Ja, ik wil eigenlijk toch van die langwerkende slaapmiddelen af. Lijkt me verschrikkelijk om elke ochtend zo suf wakker te worden. Hè? Zijn er goede alternatieven? Oké, dan ga ik nu verder met inpakken. Binnen een maand zie je terug op de eerste hulp. Ach, doe niet zo raar. Ik doe niet raar, ik meen het. Tineke, kom. Ga maar vast, Irene. Ik kom zo. Marta, er klopt iets niet. Wat niet? Dat wat je staat te doen, je spullen inpakken en naar huis. Ik wil terug, Ron. Ja, ik hou van Gerard. Ik heb een gezin. Jij hebt geen gezin. Dus je begrijpt het ook niet. En ook al had ik het, dan ging ik nooit meer terug. Marta, hou jij nou echt van je man? Ja. En hij heeft je in elkaar geslagen. Dat heeft hij niet gedaan. Wie dan, Marta? Wie? Gerard heeft me niet in elkaar geslagen. Hij was er niet eens. 2 avonden per week haalt hij thuis niet meer uit omdat ik mannen ontvang. Laat me naaien voor de pong, ja. Een man die mij in elkaar heeft geslagen, die wilde dingen die ik niet kon, die ik niet wilde. Hij werd kwaad en hij sloeg me. En sloeg me. Zeg je het vandaag? Hoor. Nee, ik wil nog wat meer onderzoek doen. Zeg, wil jij een laparoscopie organiseren? Ja. Voor wanneer? Morgenochtend als het kan. Onder narcose? Ja. Moet er een biopsie worden genomen? Nee, dat hoeft niet. Zeg, heb jij er eigenlijk geen spijt van dat je medicijnen bent gaan studeren? Hoezo? Nou, je bij farmaco gaat werken, heb je meer in economie. Ja, maar ik ga medisch onderzoek doen. Ja. Jaartje of wat, ja. En dan stroom je natuurlijk door naar het management.
Die researchjob is een uitstekende combinatie tussen wetenschap en geld verdienen. Dat geld verdienen, dat zal wel meevallen, ja. Maar ik betwijfel het of jij genoeg gekwalificeerd bent om onderzoek te doen. Ja, ik zou me natuurlijk moeten inwerken, maar ik heb er echt zin in. Waar zijn ze op uit? Wat is het doel van het cytologisch onderzoeksprogramma? Oh, dat weet ik nog niet precies. Dat weet je niet? Nee. Hé, hey, Reinie. Ja? Er is iets met Irene, hoor. Hoezo? Nou ja, ze heeft altijd hoofdpijn, slikt aspirines per kilo. En als je met haar praat, luistert ze niet eens. Ze heeft moeilijkheden thuis. Komt onze huisgorilla aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan mijn vrouw ophalen. Ze is op haar kamer. En Antje is thuis, hè? Wat zei je? Ik zei een handje thuis, hè? Waar bemoei jij eigenlijk mee, hè? Verpleegster. Wat een vak voor een kerel. Ja, die zijn niet nodig met een type zoals jij. Wat bedoel jij daarmee? Nou, dat je handjes erg los zitten. Dan kun je nog wel eens gelijk in hebben, ja. Wordt hier niet gevochten, hè? Klaar niet als stront behandelen door de eerste de beste zuster. Delly, gaat u even mee? Reinie, we moeten samen met meneer Delly naar Marta. We hebben iets recht te zetten. Hé, hey, Reen. Wat is er? Oh, niets. Ik was even duizelig. Het is alweer over. Weet je het zeker? Ja, dokter. Wil je niet even gaan zitten? Nee, dokter. Dank u wel, dokter. Zo, hoe voelt u zich vandaag? Wat zeg je? Hoe voelt u zich vandaag? Nou, ik zou best eens een keer op mijn bed willen. Ja, dan moet eerst uw heup wat beter genezen. Wat zeg je? Uw heup moet eerst beter genezen. Ja, dat hoef je me heus niet te vertellen. Ah, water. Het is wel voor uw medicijnen. Ja, dat hoef je me heus niet te vertellen. Dus je hebt het ze verteld? Ik kon het niet meer voor me houden. Het is ook mijn schuld dat het zo ver gekomen is. Jullie hadden gelijk. Ik ben een schoft. Ik had het nooit mogen voorstellen. Ik had ook nooit zo ver mogen laten komen. Ik vond het zo afschuwelijk. Ik deed alleen omdat ik zo van je hou. Oh, het spijt me, Marta. Het spijt me zo verschrikkelijk. Maar nu wordt het anders. Hè? Ik heb nu een baan. Ik wil niet dat jullie denken dat ik mijn vrouw sla. Ik hou van Marta. Ja, ik geloof dat wij in onze reactie een beetje te ver zijn gegaan. Marta, ik ben blij dat je het gezegd hebt. We laten jullie even alleen. Wie had dat gedacht? Die twee redden het samen wel. Ja, ik hoop het, Reinie. Au. Zag je het bed niet staan? Nee. 1 kilo aangekomen. En volgens de diëtisten moet u een pond per etmaal afvallen. Ach, ik heb het je al gezegd, dat ding dat deugt niet. Dat ding is prima. Dit ding komt zeker uit Taiwan. Allemaal goedkope troep. Oh, meter Germany. Nou ja, zelfs de Duitsers kunnen geen normale weegschaal meer maken. Ik kan geen land meer opnoemen waar de goede spullen vandaan komen. Oh nee? Allemaal snel en goedkoop. Alle mooie, echte dingen die verdwijnen. Ja, behalve uw vet. Er zijn mensen die dat heel prachtig vinden. Rubens, zei mijn buurman. U hebt een echte Rubens figuur.
Luister eens, ik begrijp echt niet waarom ik me nog druk maak over uw gezondheid. Want het interesseert u zelf geen bal. Nou, dat is toch echt niet waar, hoor, doktertje? Ik kijk er nog 48 uur met u aan en anders opdonderen. Nou, dat is krassentaal. Ja, wie niet horen wil, moet maar voelen. Die andere dokter is veel aardiger. Misschien vindt u Rubens wel een goede schilder. Zeker weten. U heeft alleen nog maar baat bij een onvriendelijke arts. Nou, dan ben ik hem mooi in de prijzen gevallen, zeg. Heb je even? Tuurlijk. Je ziet er moe uit. Ja, dat ben ik ook. Ik heb hoofdpijn. Ik hoop dat het daar pijpen stelen regent. Is Thomas nou echt met dat kind daarheen? Emma is geen kind. 20? 24. En ze weet precies wat ze wil. Is die gek op de... Ik zag het niet. Of ik wilde het niet zien. Hij was altijd zo enthousiast over Emma. Emma is dit, Emma is dat. Ze is zo aardig, zo lief voor Paaltje. Ja, ja, lief voor Paaltje. Ondertussen was ze lief voor hem. Daar draaide het om. Ach, dat gaat er zo weer over. Dat gaat toch niet zomaar over? Sommige van die dingen die hij mij verwijt zijn ook zo banaal. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld dat... dat Emma beter is. Dat Emma beter is dan ik in bed. Ja, dat is wel heel erg pot. Ach. Volgens mij weet hij niet wat hij weggooit. Ging goed, hè? Vandaag met Simon. Ja, ik weet het zo net niet. Ik vind hem iets te relaxed. Vind je? Ja. Simon? Slik je nou? Af en toe een pil. Waarvoor? To relax. Simon? Wat is er? Telefoon. U iets ziet. Ik weet het. Dokter Bransma komt straks bij u langs. Hij zal uitvoerig uw revalidatie bespreken. Kan ik nog een keer met u praten? Op het moment heb ik geen tijd. Morgen misschien. Ik zal zien. Het zijn echt een paar dingen uit Holland die ik echt missen zal. Wanneer gaan jullie naar Tanzania? Eind van het jaar zal het goed gaan. Zo, wat is daar het menu? Oh, het is heel lekker. Lekker veel fruit. Passievruchten, mango's en pinda's. Lekker suddervlees. Mm-hmm. Heel lekker. Ik hoor het al. Mijn vrouw is goed op de hoogte. Mm-hmm. En binnenkort begin ik met een cursus Kiswahili. Mm. Ja, ik ken al een paar woorden. Hospitali. Dat is overal hetzelfde. Wagongwa. Betekent dat? Patiënten. En je man? Spreekt hij die taal ook al? Nou, en hij leert bier brouwen. Wat zeg je nou? Ja, het ananas. Is die alcoholist?
Ah, lieve God, Peter slaapt. Nee, zou wel laat zijn. Hm. Hoe lang gebruik jij dat spul al? Wat bedoel je? Oh! Hey. Dat is niet voor mij. Hm? Voor wie dan? Nou zeg, doe niet zo achterdochtig. Ja, wat is er nou? U zocht mij? Ja. Ga zitten. Jouw vertrek brengt mij behoorlijk in de problemen. Ik heb mijn ontslag nog niet ingediend. Dat is alleen maar een formaliteit. Ik kan twee dingen doen. Ik kan een advertentie in de krant zetten of hier en daar informeren naar een geschikte opvolger. Ik wil best afzien van die farmacojob. Maar dan wil ik wel de garantie dat ik hier chef de kliniek word. En als internist lid van de maatschap. Daar valt toch over te praten? Die garantie kan ik je niet geven. Waarom niet? Ik kan je alleen maar voor hoogstens 1 jaar plaatsvervangend chef de kliniek maken. Intussen komt de sollicitatieprocedure op gang, maar ik heb geen enkele invloed op de keuze van de andere leden van de selectiecommissie. En als ze dan iemand van buiten nemen, dan sta je nog met lege handen. Neem nou maar dat aanbod van Pharmaco aan. En Jan van der Wouden, maakt die nog een kans? Niet in dit ziekenhuis. Dames? Als de dames willen opstaan, want over 5 minuten gaan we de bedden verschonen. Ik lig er net in. Kom. Ik heb meer te doen vandaag, hè? Oh, ik zou me doodschamen. Geen wonder dat je dik wordt als je zo lui bent. Wat hoor ik? Komt er weer een geluid uit het dementerend kamerorgel? Ik zou me doodschamen, vette welvaartspoliep. Wie is er hier een poliep? Nou, ik zou maar eens even in de spiegel kijken. Als u daar tenminste nog in past. Op de rand van het graf is zoveel praatjes, dat deugt niet. Weet je wat niet deugt? Al die zakken drop, die repen chocola, die pinda's en die chips. Ze kraken onder uw kussen. Kijkt u maar eens eventjes, dat vrouwtje dat vreet zich klem. Ik heb het 100 keer gezegd. Ze wordt met het uren gekker. Morgenochtend is ze compleet seniel. Nou, ik kan niks vinden. Ik heb ze gezien. Ik heb ze met mijn eigen ogen gezien. Omdat je ze zelf zo graag wil vreten. Trek in een dropje. Heb jij die uitslagen gezien van de functieafdeling? Irene, heb je de uitslagen van de functieafdeling gezien, vroeg ik? Nee, ik heb ze niet gezien. Nee. Wat doe je nou met Paultje? Mijn moeder past op. Ik ga een paar dagen bij mijn ouders logeren. Waarom? Hij is nou toch opgeroepeld? Ja, ik moet er niet aan denken om vannacht in dat huis te slapen. Goed. Waar waren we gebleven? Nou, kom op, je komt er wel doorheen. Hoi, Suzanne. Hoi. Weet jij waar Erik is? Ja, die zit op de onderzoekskamer. Oké, bedankt. Goed. Geef dit maar aan de secretaresse, dan maak zij wel een afspraak met je. Ja, dank u wel. Oké, tot ziens. Heb je even? Natuurlijk. Hey, hallo. Hoi. Alles goed? Ja, met mij wel. Maar ik heb een probleem. Tja, wie niet? Ik weet niet zo goed wat ik aan moet doen. Luister, jij hebt Simon toen behandeld na dat auto-ongeluk. Heb jij enig idee hoe hij dat verwerkt heeft? Simon? Nou, fysiek gesproken had die behandeling niks om het lijf, want hij was in no-time hersteld. Dus wat bedoel je? Hij slikt tranquilizers en barbituraten. Weet je dat zeker? Ja. Maakt hij fouten? Ja, soms trillen zijn vingers en hij heeft duidelijk last van ontwenningsverschijnselen. Heb je dat tegen hem gezegd? Ja,
Hij ontkent het. Eén moment is hij nerveus en prikkelbaar. En een kwartier later is hij vriendelijk en ontspannen. Enig idee hoe lang hij al gebruikt? Ja, ik vermoed sinds dat auto-ongeluk. 2 jaar terug. Wat ga je er aan doen? Ik vind het nog moeilijk. Als ik mijn mond hou, ben ik mede verantwoordelijk als Simon tijdens de operatie een fatale fout maakt. Ja, begrijp het. Ja, en als ik er werk van maak, dan breng ik Simon in een hele lastige positie. Ja, moeilijke zaak. De koor staat op. Hoeveel verhoging heeft ze? Vanochtend had ze 39,4 en een kwartier geleden 40,2. Om het uur temperaturen. Oké. Er zijn 2 veranderingen. Mevrouw Gerritsen krijgt zetpillen met opio. En meneer Weber gaat van zijn dieet af. Wat is dat met je hand? Ik heb me gestoten. Pijn? Nee, maar ik kan hem alleen niet gebruiken. Dat is de 2e keer op een dag. Vanochtend liep je ook al tegen dat bed op. Ik? Ja. Weet je dat echt niet meer? Oh, ja, nee, ja. Je hebt gelijk. Nelleke, onze zoon vroeg of ik je deze wilde geven. Ziet hij nou wel wat voor kanje die is? Ah, dat is die. Ik ben blij dat alles weer goed is. Ik ook. Nelleke. Dank je. Graag gedaan. Mooie bloemen. Heel smaakvol. Nu gevoel voor humor markeert in ieder geval niets. Waarom gaat ze niet naar de huisarts? Ze ontkent het volledig. Ik voel dat ze iets heeft. Waar let je dat uit af? Vanochtend liep ze hard tegen een bed op en ze vergat het totaal. Er is iets met de coördinatie. Bovendien heeft ze de laatste tijd continu hoofdpijn. Wat zegt zij daarover? Niks, ze slikt aspirines. En die helpen? Ja, het is toch niet normaal als je er 6 per dag slikt? Bovendien, Paul, ze schrijft als een kind uit de 2e klas van de lagere school. Heus, het is ernstig. Ik zal met haar praten. Oh ja, ik heb een laparoscopie georganiseerd op verzoek van Lennep, maar nog geen bevestiging gehad. Kun jij dat even controleren? Ja, voor wanneer? Morgenochtend 10 uur. Gedeeltelijke narcose, geen biot. Jij? Wat ben jij, je pa? Ik heb een vergadering gehad met het bestuur. Over de schenken? Ik moet je even hebben. Ja, ik heb eigenlijk geen tijd. Laat even naar je kamer gaan. Ik ben zo terug. Dan zou ik wel eens bij willen zijn. Waarom? Nou, volgens mijn informatie begint Pharmaco helemaal niet met een nieuw researchprogramma. Waarom wou Erik de hele tour dan? Ja, dat moet je aan hem vragen. Maar waarom zou Erik erover liegen? Vergeet jij meer dingen de laatste tijd? Nee. Nou ja, natuurlijk. Iedereen vergeet wel eens wat. Ik bedoel het serieus. Wat heb je gisteravond gedaan? Mijn man betrapt met een ander in mijn eigen bed. Echt? Ja. Je bent toch getrouwd met een arts? Hoe heet hij ook alweer? Thomas Scheltema. Ja, en we gaan scheiden. Daarom ben je zo van slag. Nu begrijp ik het. Reinie maakt zich echt zorgen om niets. Ik ben nooit ziek. Gaat dat al langer slecht tussen jou en je man? Al een paar maanden. En sindsdien heb jij hoofdpijn? De afgelopen 2 weken, ja. Komt dat door je huwelijksproblemen? Ja, misschien. Nou, dat gaan we dan onderzoeken. Ja, maar dat is echt niet nodig. Jawel. Je hebt last van uitvalsverschijnselen. Uitvalsverschijnselen? Ja. Kijk maar eens naar je hand. Je hebt niet eens gevoeld dat een sigaret in je vingers brandde. Waar denk jij? Dat die wondjes vandaan komen. Wil je dat ik je belachelijk maak bij je collega's? Pa, ik had niet gedacht dat het zo zou lopen. Erik. Vind je het zelf niet stom? Je loopt op te scheppen over een baan die helemaal niet bestaat.
Ik dacht gewoon, ik zeg dat ik vertrek. Nou, en ik had gehoopt dat ze mij dan zouden overhalen om chef de kliniek te worden. Dat hebben ze dus niet gedaan. Nee. Ik hoorde trouwens in het bestuur dat je ontslag hebt genomen. Nog niet formeel. Jij probeerde dus opzettelijk de boel te manipuleren. Ja. Zo, dat is fraai. Jammer dat het niet gelukt is. Maar denk niet dat ik je zaakjes ga opknappen. Je bent nu volwassen en gedraag je daar ook naar. Shit. Wat is er? Ze moest overgeven. Gaat weer een beetje? Ga nou zitten. Nee, is al over. Ik heb wel eens vaak overgegeven, maar... Het is de eerste keer overdag. Meestal 's ochtends. Nou, het gaat wel weer. De pijn zakt al. Hé, hey, Ingrid, zal ik je even aan de vroedvrouw bellen? Die heeft nu geen spreker. Er zit er wel iemand in de wacht. Tuurlijk. Zijn ze dikker geworden? Weet niet. Ik breng je toch maar even naar de vroedvrouw. Dit is over. Het is over. Ingrid. Ingrid, heb je bloed verloren? Ja, ik vind het echt onzin, dat paniekerige gedoe. Baat het niet, het schaadt ook niet. Er worden zoveel onderzoeken voor niks gedaan. Ik vind het belachelijk. Zonde van het geld. Tineke, bemoei je er niet mee. Zou nu weten waarom niet? Het is toch belachelijk dat zij zich moet laten onderzoeken omdat er huwelijk stuk gaat. Die twee dingen hebben niets met die elkaar te maken. Die hebben er alles mee te maken. Irene, zeg nou zelf. Ja, ik weet het niet. Ik voel me alleen zo ontzettend moe. Ja, vind je dat gek? Zo, je vader kon de details van je nieuwe job doorpraten? Ja. En wat ga je nou verdienen? Oh, dat maakt mij niks uit. Het is mij heel makkelijk om hier chef de kliniek te worden. En dan uiteindelijk als internist in de maatschap 2 ton per jaar te verdienen. Maar ja, geld alleen maakt niet gelukkig, hè? Werk dat me bevalt, dat zoek ik. Vreemd. Wat vreemd? Pharmaco investeert miljoenen per jaar in een nieuw researchprogramma, maar je leest er niets over in de vakbladen. Dat is een kwestie van beleid, jongen. Beleid? Ze zullen toch mensen moeten werven? Reclame maken, advertenties plaatsen? Je vader geeft het bestaan van het programma niet eens toe. Ja, dat weet ik. Ze hebben gekozen voor een laag profiel. Ja, ze houden het voorlopig even stil. Het aantrekken van medewerkers voor dit project gaat niet op de gebruikelijke manier. Je wordt er persoonlijk voor gevraagd. Hallo. Jaap Sanders. Irene Vertonk. Ik heb al met Paul van der Veen gesproken. Ga maar even zitten. Zo. Er waren nogal klachten, hè? Ja. Ik heb de laatste weken steeds last van hoofdpijn die maar niet ophoudt. Maar dat was niet het enige, hè? Nee. En dit heb je niet gevoeld? Nee, ja, hoe dat kan, dat begrijp ik ook niet. Ja. Kijk maar even naar het potlood. En goed blijven volgen met jou. Steek je tong eens uit. Ja. Dat is wat dichterbij. Kijk maar over mijn schouder naar de muur. En nu andere oog. Ruik je alles nog goed? Nou, als ik de luier van mijn zoontje verwissel, dan ruik ik bijna niks meer. Maar ja, het kan zijn dat het minder stinkt, hè. En zie je wel eens dingen dubbel? Ja, dat is wel een paar keer gebeurd. Ik heb begrepen dat het privé nogal rommelt. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Goed, we gaan een paar onderzoekjes doen. Voor de zekerheid. Wat? Een echo, CT-scan, EEG. Niks om je zorgen over te maken. Het is preventief.
Zouden thee. Alsjeblieft. Armoedtroef. Niet eens een klontje suiker. Ja, de thee. Dat noem ik slootwater. Hé, wat gaan we doen? Mag ik even? Klikspan, boterspan, je mag niet in mijn katje gaan. Sorry. Hé, hey, vraaister, je moet beter opletten. Simon, ik zocht je. Oh, waarvoor? Tja, hoe zal ik het zeggen? Zeg, laten we even doorlopen, want ik moet nog bij een paar patiënten langs. Jij zit in de selectiecommissie voor jullie maatschap. Ja? Nou dacht ik zo... Ja, welke commissie? Voor de opvolger van Van der Voort. Ah ja, nee, ik zit namelijk ook in een andere selectiecommissie. Ja, wacht nou even, ik kan zo niet praten. Ik heb je stem nodig. Waarom? Oh? Je gaat toch bij dat farmaceutische bedrijf werken? Nee, dat gaat niet door. Oh, wat vervelend voor je. Nou, had ik zo gedacht. Als jij voor mij stemt, dan... Zo werkt dat niet. Luister nou, als jij mij helpt, dan help ik jou. Ik heb helemaal geen problemen die door jou zouden kunnen worden opgelost. Die heb je wel. Wat is het? Een schedeltrauma. Maar we moeten wat meer onderzoek doen om de exacte diagnose vast te stellen. Wat denk je? Ik denk een subduraal hematoom. Maar we weten het nog niet zeker. Zijn ze wel alle verschijnselen? Oogspierparese, stuwingspapillen, uitvalsverschijnselen. Geen hersentumor? Nee, dat denk ik niet. Dan had ze echt spraakstoornissen moeten hebben. En die heeft het toch niet? Tenminste, ik heb niets gehoord. Nee. Zijn er aanwijzbare karakterveranderingen de laatste weken? Ja, maar dat komt door privéproblemen. Dat betwijfel ik. Ga je erop nemen? Ja, ze moet zeker geopereerd worden. Ik ga het er zelf van zeggen. Dat is goed. Dokter Van der Voort wil de uitslagen van meneer De Boer vandaag nog hebben. Ja. Kan dat? Oké, dank je. Is Ingrid naar huis of zo? Ze is met Suzanne naar de voetvrouw. Daarna gaat ze naar huis. En waarom zegt niemand dat tegen mij? Wou Ingrid niet. Weet je waar ik zin in heb? Nee. 2 weken op mijn rug in de zon. Zeg, wie wil dat niet? One day I fly away and leave you. Ja, ja, zing jij maar. Wat heb jij? Niks. En waar wil je dan naartoe, Irene? Nou, dat doet er niet toe. Als het maar warm is en zonnig. Vol met lieve, vrolijke mensen. Gran Canaria, bijvoorbeeld. Ik dacht dat je vrij was. Kom bij Ingrid vandaan. Ik heb er in bed gestopt. Wat zei de vroedvrouw? Die was niet meer nodig.